Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. Haar vlog doe ik zo aan de lift. Ik ga even met Elin een ommetje maken en een pakketje wegbrengen. Iets voor bij de koffie halen, want daar houden mijn schoonouders van. Dus ik neem jullie weer mee dit weekend. Ik ben net terug van bindweefselmassage. En nu wil ik even gaan kijken of ik alle toiletspullen heb. Nog goed drinken daarna. Dus ik heb eventjes mijn stash erbij gepakt. Dit wil ik dit jaar gaan proberen. Dit is After Sun voor onder de douche. Nou, ik ben heel benieuwd. Dit zag ik ergens liggen in de aanbieding. Ik denk, dit lijkt me wel wat. Dus dit wordt de douchegel. En zo ga ik gewoon even... Normaal neem ik alleen maar minis mee trouwens. Dus ik ben nu even aan het kijken of ik van alles nog zeg maar, de juiste hoeveelheid minis heb. Om mee te nemen. Nou, hij staat een soort van... Ik weet niet hoe lang die blijft staan. Dit is eigenlijk altijd mijn toilettas die ik meeneem. En normaal is dit... Mijn make-up tasje, maar ik wil eigenlijk een kleine make-up tasje mee gaan nemen dit jaar. Ja, omdat ik merk met kinderen ga je toch niet helemaal zeg maar elke avond enorm tutten. Ik bedoel, je doet gewoon wel make-up op en zo, maar niet elke dag een andere oogschaduw bij wijze van spreken. Dus ik wil dat dit jaar gaan minimaliseren. Ik heb ook deze After Sun met een beetje een glans hierin. Dat vind ik ook wel leuk. Die gaan sowieso mee. In dit tasje wil ik mijn make-up gaan doen. Maar goed, dat doe ik op een ander moment. Ik begin nu eventjes met alle basisdingen. Ik neem van die doekjes mee om bruin te worden. Omdat mijn benen niet zelf kleuren, dus dat ziet er altijd een beetje gek uit. Ik neem ook een scrub mee, want dat is dan wel handig. Dit is voor Niels, die moet nog even in zijn tasje. En dan ga ik even kijken wat ik nog heb. Maar meestal voor dit soort langere vakanties heb ik altijd wel, zeg maar... de nieuwe voorraden nodig, want hier zitten dan zeg maar ja, deels gebruikte dingen in en voor 2 weken is dat niet zo handig. Maar ik heb hier nog een scrub. Even raken hoe het ruikt. Dat is prima, dat is ook niet te groot. Die nemen we mee. Kijk, hier zit dan niet meer genoeg in voor 2 weken mijn haarwas. En deze zijn heel goed als leeg, dus die bewaar ik dan wel. Dus die leg ik dan wel in de kast voor als ik bijvoorbeeld een weekendje ga of zo. Maar dan moet ik dus wel een nieuwe voor in de plaats doen. Foam cleanser, heel fijn. Kijk, deze bewaar ik dan, want die ga ik dan nog een keer opmaken. Maar dit is niet genoeg voor 2 weken, maar vind ik ook zonde om weg te gooien. Maar dan ga ik hier dus de volgende keer, neem ik hem mee. En als hij dan leeg is, neem ik hem weer mee naar huis. En dan kan ik hier gewoon mijn eigen cleanser weer in doen. Hartstikke handig. Nou, foam cleanser. Maar nu moet ik dus gaan opletten. Want nu zit ik het leuk aan jullie te vertellen. Maar ik moet dan dus ook... Nu zet ik dus de shampoo apart. Maar dan moet ik eigenlijk meteen nieuwe shampoo pakken. Dus ik moet even denken welke shampoo ik mee ga nemen. Deze is voor in de tas bij de kids. Ik heb een salade en die ga ik eventjes eten. Ondertussen ga ik eventjes de hills kijken. Ik begin met de berg hier en dan ga ik hem daarna verder liggend opeten. Omdat ik helaas nog steeds regelmatig moet liggen. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat gaan we doen. Het toilet was dus ingepakt trouwens. Dat had ik nog niet gezegd, maar dat is gedaan. En nu moet ik ook nog eventjes een... Ik miste nog 2 dingetjes. Ik weet niet meer wat waar, maar ik heb het in mijn telefoon gezet. Dus die... Ga ik nog eventjes voor naar de kruidvat. En straks ga ik nog even langs mijn beste vriendinnetje. En ik denk dat ik dan morgen echt zeg maar even het inpakken ga doen. Want anders zie ik mijn beste vriendinnetje namelijk niet meer. Dat vond ik ook geen leuk idee. Ik dacht eigenlijk misschien morgen even te borrelen met de mannen. Maar dat gaan we niet redden. Dus dus morgen ga ik dedicated inpakken denk ik maar. Maak het uit. En als je denkt, oké, heb je daar zoveel tijd voor nodig? Ja, ik heb daar veel tijd voor nodig. Probeer packing light te doen, maar dan wel zeg maar, ja, wel gewoon alles mee te nemen. Is dat mijn bedoel? Nee, dat is een heel raar verhaal. Maar ik heb daar tijd voor nodig en ook zeker omdat in principe pak ik alles in. Sven legt alleen zijn kleren klaar. En ik doe dus alles ook voor de kinderen en zo. Dus ik moet er gewoon even over nadenken en zeker nu... Met één en weer, kijk, voor Niels is het vrij makkelijk. Zwemvleugels, zwembroek en kleren. En natuurlijk nog wat speelgoed en dat soort dingen. Maar voor Elin moet ik gewoon echt even nadenken. Dus
Ja, ik heb er gewoon tijd voor nodig. Nou, maakt verder ook niet uit, maar dat is wat het is. Dus ik ga nu eventjes naar Kruisvat en dan ga ik daarna even naar vriendinnetje. Ik ga even naar mijn beste vriendinnetje, maar ik heb, hoe heet dat, bruin zonder zon op. Dus ik heb een jonglok aangetrokken. Ik neem mijn make-up denk ik even mee, want dat had ik er net afgehaald. Ik had net niet zoveel opgedaan en heb ik er even afgehaald, want ik wil even fresh make-up. Waar ga ik het nou in doen? Even handen rechters. Ik dacht ook even daar mijn cupje op, dan kan ik er toch nog even heen. Wat een idee. Maak het uit. Dus, ik ben weer thuis, ben helemaal vergeten te filmen bij vriendinnetje, maar het was heel gezellig. Heel kort eventjes, maar dat was leuk. En nu ga ik eventjes mijn geld in een kleine portemonneetje doen, want dan kan ik een kleine tasje meenemen. En dan gaan wij zo lekker uit eten. Ik heb eigenlijk weer hetzelfde aan als de vorige keer dat ik erheen ging, alleen dan nu met gympies. Dus met de look. Ik heb geprobeerd het van mijn haar te maken, maar het moet echt gewassen worden. Maar goed, vos even weg. Wij zijn lekker uit eten. Nu zitten we dus aan deze kant. We hebben daar een hele mooie opgezette pauw. Lekker eten. Nou, we blijven bezig. Dus die heeft een cocktail met wierook. Zou op zich, als we buiten zouden zijn, brandende kaneel, maar het ruikt toch wel als wierook. Gaan wij daar even rijden. Dat is heel lekker. En ik heb deze met een cocktail als rijden. Ja, ja. En ik heb dus dit ding met de contact. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik weet niet hoe het komt. Hierna ligt op de tafel. Goedemorgen, het is zaterdag en we hebben uitgeslapen. En dat was fantastisch. Ik werd wakker en toen dacht ik, ik ga eens kijken hoe laat het is. En toen was het 8 uur. En toen lag Sven nog te slapen. Heerlijk! Mijn workout is done en nu ga ik lekker douchen. Zo leuk, mijn broertje belt net en hij is van de week papa geworden. Dat betekent dat ik voor het eerst echt tante ben geworden. Ik voel me al tante van meerdere kinderen, maar echt tante. Maar was echt veel te vroeg en dus moest ze nog even het ziekenhuis blijven. Maar iedere keer was het van nee, vandaag kan je naar huis. Nee, toch niet. Nou, zo bleef maar gaan. En nu, wij zouden dus vandaag naar het ziekenhuis gaan om daar te gaan kijken. Maar nu stuurt hij dat ze op dagverlof mogen. Dat heeft te maken met dat het zondag is. En ik weet allemaal niet. Want zijn waarde moet toch gecheckt worden. Whatever. Maar het komt erop neer dat ze dus even weg mogen. En wij zouden vandaag gaan kijken naar de kleine man. En natuurlijk naar de ouders. Maar nu heeft hij gevraagd of wij ze dan willen ophalen. Uit het ziekenhuis. Nou, dat is natuurlijk super leuk. Want dan... Ja, gaan ze voor het eerst naar huis en nou, dat wij er dan bij mogen zijn vind ik een eer. Dus dat gaan wij doen. Dat betekent wel dat we hadden een afspraak om 3 uur. En nu worden we gewoon gebeld wanneer we ze moeten ophalen. Dat kan over 1 uur zijn, over 2 uur, over 3 uur, dat maakt niet uit. Dus dat betekent ook even dat ik dit schattige pakje, maatje 44, maar even ga inpakken. Omdat hij dus wat klein is, was het... Had ik het idee dat er wel een wens was voor ook kleinere kleding. Want ik had tegen mijn moeder gezegd, neem even iets kleiners mee. Dus zij heeft dat van de week al meegenomen. Maar... dus dat ga ik nu even inpakken. Of heb ik nog zo'n tas? Dat kan ik ook. Nou goed, anyhow. Dat ga ik dus even doen. Ik heb het nog zo. Zo eentje is misschien makkelijker. Oh, deze nog. Het lijkt alsof het van de HEMA is. Is niet, maar dat boeit natuurlijk niet. Oh, dit is ook wel leuk misschien. Nou, ik ga het in zo'n tas doen. En ik heb nog een hele zak met allemaal hydrofielen en nog zachte dekentjes. Zo. Dus die neem ik ook eventjes mee. En nog wat voor haar nog van die kraamverbanden. Dat ik ook nog liggen. Ik denk, ja, dat heb je toch nodig. Dat heeft elke vrouw nodig na een bevalling. Volgens mij hoef ik zeker daar niks geks mee. Dus dat ga ik nu even doen. En dan ga ik meteen nog een aantal andere dingen inpakken. Als ik dan toch moet inpakken. Want ik heb dit... Cutest of cutest tasje van AliExpress voor Elin op de vakantie. Want zij vindt het heel leuk om ergens dingen in en uit te halen. Dus deze. En voor Niels had ik al een paar dingen. En het is zo mooi, want
Hij zat laatst een filmpje te kijken. Ik heb van die soort transformer poppetjes. Ik dacht, dat vindt hij vast fantastisch. Want dat zijn kleine dingen. Die kan je dan ombouwen van auto tot robot. Nou, ik dacht, dit vindt hij de bom dingen die. Maar die heb ik al ingepakt. Dus dat hoef ik niet meer in te pakken. Maar het is toch goed dat ik iets goeds heb gekozen. En ik heb dus dit boek neem ik mee. Dit is Kleertjes uit pyjamatjes aan. Heb ik laatst in de vlog ook over gehad. Zal ik even laten zien. Of in de update over gehad. Dat is dus dit boek. En er staan dus allemaal verhaaltjes in. Wat langer en wat korter. Kijk, Dikkie Dik. Dit vindt Elin dus zeg maar leuk. Maar ook, nou ja, je hebt een Janneke. Liedjes, Berend Botje. Nou ja, hier met zeg maar veel plaatjes. Hier dan weer gewoon een wat langer verhaal. En nou ja, dit is gewoon leuk voor allebei. Dit soort boekjes. Ik ga er even een beetje zo doorheen, dat je een beetje een beeld hebt. Pieter Konijn. Dit is dan weer een wat langer verhaal. Dus dat is dan weer leuk voor Niels. Dit is dan weer leuk voor Elin. Nou ja, dus ik deed mijn ideaal boek voor mee op vakantie. En meestal hebben deze hardcover, maar dit is dus paperback. Dus een zachte koffer. 12,50. Volgens mij heb ik dat niet voor betaald. Voor mij was ik er nog minder voor betaald. Bij bol.com. Ik ga dan die sticker eraf halen. Dat ziet er natuurlijk niet leuk uit. Dus die ga ik ook even inpakken. En ja, weet je, inpakken is altijd handig voor in het vliegtuig. Dat ze alles uit kunnen pakken is top. Dus nou, helemaal leuk. Ik ga even van de inpakservice gebruik maken voor mezelf. En ja, we gaan straks naar de Babi. Zo leuk. Maar dat betekent dus, want eerder mochten anderen me ook niet vasthouden. Maar ik denk dat we dat als nu wel mogen. Ik hou me uiteraard op de achtergrond. Zal me niet opdringen. Alleen als het me gevraagd wordt of ik hem wil vasthouden, ga ik dat doen, uiteraard. Maar toch, mocht de kans er zijn, dan is dat natuurlijk wel heel leuk. Maar goed, ik ben helemaal excited. Ik ga inpakken. Ik zie dat ik ze nog niet had ingepakt. Dat zijn dus deze units. Bij Kruid wat gekocht. Ik ga ze wel uit de doos halen. Want dat kost natuurlijk allemaal veel te veel weight in mijn tas. En ik heb voor hem nog een Woezel en Pip doeboek. Vindt hij altijd wel leuk. En ik heb voor Elin, maar dat zit al ingepakt, heb ik zo'n zo'n muisje in zo'n doosje. Dat vind ik ook fantastisch. Goed, ik ga even inpakken. Sta je dan met je goede gedrag voor de deur? Ja, we moeten even wachten blijkbaar. Dan wachten. Een cadeautje gaat maken, laat los. Heel fijn. Wij zijn weer terug van kraamvisite. Het was heel leuk even op kraamvisite te gaan en de kleine te zien. Heel klein nog, heel lief. En heel leuk om even vast te houden. En ja, was helemaal top. En nou, hij ziet er gewoon hartstikke goed uit. En nou, hopen dat ze snel helemaal naar huis mogen. We hebben net even gegeten en gaan nu eventjes... Oh, sexy. Nee. En wij gaan nu eventjes een ommetje maken. Misschien even op het terras zitten in de zon, als er nog zon is. Dus we hebben de avond is jong. Zitten we dan? Wat een rust. Goedemorgen, het is zondag en we zijn alweer even wakker. Manu staat in de douche te schrobben. Ik heb er wasjes in zitten. Het is echt, ik vind schoonmaken helemaal niet erg, maar de douche, dat haat ik echt. Dus dat laat ik aan Sven. En ook, zeg maar, we hebben zo'n regendouche, die is heel hoog, daar kan ik niet eens bij. Hij kan erbij als hij op zijn tenen staat, nou dan hangt hij dus echt heel hoog. Dus dat laat ik lekker aan de mon. Ik heb al een deel ingepakt. Dat wil zeggen de kleding. Ik ben hier heel erg gefrustreerd over. Ik ga het laten zien. Dit is een broekje. Heel leuk. Maatje 68. Maar dat, anders past het bij haar lijfje niet. Anders is het veel te groot. Alles zakt af. Maar dat ding, zeg maar, dat elastiek zit gedraaid. Dus hier allemaal, oh leuk, leuk. En dan hier. En ik krijg het gewoon niet goed. En ik ben er heel erg geïrriteerd over. Ik probeer het al de hele tijd. En nu denk ik dus dat hij gewoon überhaupt gedraaid bevestigd is. Want ik heb echt, ben hier echt eindeloos mee aan het klooien geweest. En het is gewoon hier, is de drama. Goed, dat terzijde. Ik heb transportleer aan. Ik ga zo zumba. Maar goed, ik heb hier dus al een hele hoop kleren ingedaan. Zwemkleding. Maar ze hebben een deel nu mee naar mijn schoonouders, omdat ze daar ook gingen zwemmen. Schoentjes, slaapzak, nou, en allemaal kleren. Voor haar heb ik natuurlijk voor elke dag minstens één outfit. Want ja, kinderen kijken, voor Niels heb ik minder. Voor Niels ga ik ervan uit dat hij, nou ja,
iets minder dan 2 keer met een outfit kan doen. Dus ik heb voor hem, volgens mij heb ik 8 korte broekjes. We gaan 2 weken. 8 korte broekjes. Een lange broek doet hij aan. En dan heb ik wel iets meer shirts. Want dat wordt over het algemeen iets sneller vies. Dus ik geloof dat ik iets van 10 shirts heb. Kijk, ik kan daar op zich ook wel wassen. Maar ja, dat was niet per se mijn plan. Ik heb hier zo'n UV-shirt. Hij heeft echt geweldig. Dus moet ik even eentje nu aan. Maar dit is nog eentje. En deze. Maar hij heeft er ook nog een zwarte met een soort neon. Ook geweldig. En dat vind ik wel altijd. Weet je, dan is het wel lekker als ze af en toe even een droge zwembroek aan kunnen. Want ze zijn heet het in dat water en zo. En dan, nou ja, ga je eten en weer terug. En dan is het wel gewoon lekker als ze gewoon even wat droogs aan kunnen. Want op een gegeven moment, ik merkte bij Niels bijvoorbeeld dat UV-shirt doen we bij hem ook niet de hele tijd aan. Zoveel mogelijk. Maar op een gegeven moment merkten we dat hij daar ook uitslag van kreeg. Omdat het natuurlijk altijd, ja, het natte droogt, natte droogt. En op een gegeven moment ging zijn huid zeg maar daar echt van irriteren. Dus bij hem wist wat af. Ik weet niet hoe dat bij Elin gaat zijn. Of die dat ook heeft of niet. Maar we proberen wel zoveel mogelijk UV-shirt. Elin heeft een UV-badpak. Zeg maar een badpak met lange mouwen. Die is echt awesome, bos met citroentjes. En ze heeft ook een UV-shirt en dan een zwembroekje. En hij heeft gewoon 2, hij noemt het onderduikershirts. Hij noemt het geen duikers, maar onderduiker. Ik weet ook, ik zei Niels, dat is echt iets anders. Maar goed, dus onderduikershirts. En nou ja, dat vindt hij ook geweldig. Hij heeft het, vindt het ook helemaal niet erg om het aan te doen. Oh, dit is maar cute dat het was. Ik vroeg dat ik even mee ging naar de stad met hem. Even kort. Dus daar ben ik nu eventjes. Hij is nu even bij de mannen. En dan ga ik even bij de vrouwen een rondje lopen. Dus ik moest sowieso even naar de HEMA voor boxers voor Niels. Kijk maar rond. Wij gaan de kids ophalen en we eten daar ook eventjes. Ik heb even dit playsuitje aan. Ik zou bijna even mijn schoenen aandoen. Ik ga gewoon lekker slippertjes aan doen. Toch? Ik kan niet zinnig dat maken. Dat is een idee. En ja, dan gaan wij echt even de kids ophalen en even daar eten en dan weer naar huis. 6-6. Oké, ik krijg een tijdje niks gehoord. Hoe gaat het eigenlijk met Nederland? We zijn naar de schoonhuis, we gaan lekker eten. Wij zijn weer thuis en de kids liggen op bed. En Niels heeft allemaal speelgoed gekregen. Mijn schoonouders die hebben van iemand anders echt bergen speelgoed gekregen. Dus de hele vrijdag hebben ze niet gezien dat hij op de kamer zat te spelen daar. Maar hij heeft een aantal spullen meegenomen. Voor het geval dat we hier nog niet genoeg hadden. Maar ik vind hij natuurlijk super leuk. Hier een Ninja Turtle en een of andere truck ding. En een politiehelikopter en een paardentrailer. Met paarden erin. Ik weet niet hoe dat ding open moet, maar dat ding kan open. Dat weet ik dan toevallig wel weer. Oh, hier. Hartstikke leuk. Paarden erin. En allebei een mobieltje. En ik denk dat ik de spullen morgen ga uitruimen, want dan kan ik het meteen in de koffers doen voor zover nodig. Ik heb de kracht niet voor, want die liggen spullen liggen al bij hen op de kamer. Ik geloof het wel eventjes. Denk ik. Ja, ik geloof dat even behalve een shirt dat vies was. En dan ga ik lekker mijn cupje eraf halen. En dan gaan we hier nog wat dingetjes opruimen en dan gaan we lekker een serietje kijken. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vanaf volgende week dus... Even poetsen. Vanaf volgende week dus de vakantievlogs. Ibiza. Het kan... Even kijken, klopt wat ik zeg? Nee, het is voor jullie niet vanaf volgende week. Volgende week is er een, op zondag een extra video. Dat komt omdat wij na Ibiza 1 dag thuis zijn en dan meteen doorgaan naar een bruiloft. En in die tijd dat we thuis zijn, moet ik dus alle koffers uitpakken, wasjes draaien, het huis schoonmaken. En dat soort dingen, omdat mijn ouders dan hier zijn met de kids. Die slapen er als wij naar de bruiloft zijn. De bruiloft is zonder kinderen. In Frankrijk. Dus ik dacht, dan ga ik het nooit redden om ook nog een leuke vakantievlog te maken. Dus ik dacht, ik doe een extra video. Dus die komt die zondag hierna online. En daarna komen de vakantievlogs. Maar dan heb ik tenminste de tijd om er ook even wat leuks van te maken. Als ik überhaupt denk aan vloggen in de vakantie, want dat weet je toch maar nooit met 2 kinderen, maar het is wel het plan. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag tot volgende week dan weer. Maar dan even met een extra video. Dankjewel, doei!